Tijdens mijn kookworkshops probeer ik kinderen ook altijd te leren dat je niet altijd allemaal ingewikkelde dingen nodig hebt om iets lekkers te maken. Zo kun je bijvoorbeeld prima uitsteken met een glas. Of het tuutje van een dopje van een fles. En als er dan zo'n randje op zit, dan zorg je dat je die aan de buitenkant van je deegje doet. Of je fondant. Of je neemt een heel groot glas. Nou, en als hij nou plakt, kun je hem door een beetje bloem doen. En dan plakt het wat minder. En wil je nou echt een keer heel graag figuurtjes maken? Als je nu van die kleivormpjes hebt, die kun je ook prima gebruiken voor deeg. Je moet er dan natuurlijk wel voor zorgen dat je ze even goed schoonmaakt. Gewoon even met water en een sopje. En dan gaat dit ook prima, want deeg en klei hebben eigenlijk een beetje dezelfde structuur. Dus dat gaat ook prima. En op mijn website staat nog een heel leuk recept voor het maken van klei met natuurlijke ingrediënten. De link zet ik even bovenin.